In de grachten van Bourtange zijn de afgelopen 3 jaar tenminste 51 mensen om het leven gekomen. De meeste slachtoffers waren dronken mannen die tijdens het plassen het bewustzijn verloren en in de gracht vielen. Bij het plassen leegt de volle blaas zich in korte tijd. Daardoor stroomt er bloed weg van de hersenen richting buikstreek. Dit kan leiden tot een korte blackout, met een val in de gracht tot gevolg. Om dit te voorkomen is het belangrijk om de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen. En voor de meer geoefende man is er natuurlijk ook nog de krachtige straaltechniek. Maar verreweg de veiligste manier is wanneer u zich laat bijstaan door een zogenaamde plasbuddy. Dit kan een vriend zijn, maar ook een behulpzame passant. Op deze manier wordt het plassen in de gracht een stuk veiliger en kunnen we samen veel slachtoffers voorkomen. Plassen in de gracht? Doe het doordacht.